Al dat regenwater stroomt de poldersloten in en daar stijgt het langzaam maar zeker hoger en hoger. Maar dat kan niet. Het moet naar de ringvaart en verder naar zee. Wie start de pompen? Ja, Mop, dat waren slechte berichten. Het wordt vannacht in het weekend weer volop draaien. Ja, kun je de visite ook weer vergeten? Ja. Of we moeten vragen of ze hier komen? Ik ken ook. Dat wordt weer heen en weer, hè? Toeren, krozen. Precies, het is de machinist die door het omzetten van knoppen en hendels de twee machtige centrifugaalpompen van zijn gemaal start in de strijd om onze voeten droog te houden. Alles loopt gesmeerd. De pompen draaien op volle toeren en persen 170.000 liter water per minuut 4 meter omhoog naar de ringvaart, het waterpakhuis van Noord-Holland. Het is gestopt met regenen en langzaam wordt het weer droog in de polder. Maar de machinist blijft op zijn post en de pompen blijven net zo lang doordraaien en het elektrische gemaal blijft net zo lang doorpompen. Pompen. Pompen, tot het regenwater is verdwenen en het water in de sloot weer op niveau is. De rust keert weer, maar niet voor de machinist, want die moet nu met de grote schoonmaak beginnen en de polder controleren. Eerst moet hij het drijfvuil achter het gemaal weghalen. Krozen heet dat. Met een grote hark aan een lange steel vist hij het drijfvuil op, smijt het in een kruiwagen en voert de rommel af. In de polder controleert de machinist of alle duikers, schutborden en stuwen nog goed werken. Zo niet, dan neemt hij maatregelen tot alles weer goed functioneert. Een beetje naar boven hier en een beetje naar beneden daar. Aan het eind van de 20e eeuw automatiseert het waterschap de gemalen. Met behulp van geavanceerde computers wordt de waterhuishouding in het vervolg volautomatisch geregeld. Van machinist naar automaat. De moderne gemalen worden steeds kleiner, de oude gemalen staan te koop en de machinist wordt op zijn beurt overbodig. In de 21e eeuw
is de traditionele machinist uit het waterbeeld verdwenen. De machinist wordt bedankt.